week beoordeelt topstylist Janice de kleding van de sterren. Wie krijgt de meeste bubbels en ziet er dus uit om door een ringetje te halen? Maar wie oh wie slaat de modeplank finaal mis? Deze week nemen we een kijkje op de stranden van Ibiza, Saint-Tropez en Miami. Het 51-jarige Australische fotomodel Elle Macpherson draagt een prachtige kanten strandjurk met cognackleurige sandalen. Het vete detail in de V-hals is sexy en toch ook chic. Helemaal top. 5 glaasjes. Naomi Campbell snapt het. Het 45-jarige supermodel ziet er geweldig uit. Deze bikini, gecombineerd met een drukke print op haar jurk, is spectaculair. De hippe suède sandalen zijn ook helemaal van deze tijd. Goed voor 4 glaasjes. Tja, wat moeten we hier nou over zeggen? Waarschijnlijk kan Serena Williams moeilijke afstand doen van haar tennisrokje en dito schoenen. De rest is ook al een rommeltje. Dit kan echt niet. Snel naar huis. 1 glaasje. Eva Longoria gaat dit keer voor nietszeggend. De asymmetrische jumpsuit valt ruim en de kleur is saai. Vooral rond haar heupen doet het niet veel goeds. Zo jammer. 2 glaasjes. Michelle Rodriguez ziet eruit als een skater. De lage baggy broek en het opvallende shirt is vrij mannelijk. De witte bikini met gouden details is wel weer erg mooi. Zo jammer. 2 glaasjes. Tot volgende week en laat die kurken maar knallen.